Goed zo, Sebas. Wauw. Sebastian, zeg eens tegen mama, kijk eens mama wat ik kan. Zeg maar, mama, kijk eens wat ik kan. In Spaans, hè, in Spaans. Dat doen we eens terugkomen, hè. Ja, dat is niet kan maar één ding, hè. Ja, ik denk, nou, dan gaan we 5 weken overheen. Ik denk dat het zadel een beetje laag is. Ja, maar hij moet wel met zijn voet gaan. Ja, klopt, ja. Dat is nog geen probleem. Ja, maar 3 weken duurt het, dus snapte dat ze moest remmen en niet met de voeten. Oh, zo. Goeie reactie, Emma. Hé, hey, Emma, jij kunt goed sturen. Ja, we gaan de fiets zelf naar school. Goed sturen voor deze keer. Zeg maar, mama, kijk eens. Mama, mirame, mami. Mami, mirame. Estoy biciclando. Ik kan ja. Goed zo, Sebastian. Goed zo, jongen. Goed zo, Sebastian. Goed zo, hey. Geef een handje. Ik ben trots op jou, Sebas. Goed zo. Ga zitten. Oké, en zet je voetje op de linker, op degene die boven zit. Vastzetten. Zo. De voet goed vasthouden. Die voet erop. Degene die boven zit, hè. En dan moet je hard trappen en dan ga je. In één keer. Hop. En dan ja? Maar je kunt het zien, we zijn iedere dag. Goed zo! Oh, die botten! Nou, dan moet je in januari ook maar iedere dag naar school fietsen. Ja, hij kan gewoon niet fietsen als hij als spets aan naar school toe brengt. Andere voetjes, was. Andere voet erop. Laura, kan maar steppen. Oh! Nou, Sebastian doet wel veel steppen bij ons. Dus ja, dat kent hij niet van het evenwicht al.